Vandaag moet ik 24 uur overleven als miner in deze kleine gevangenis. Oké, we staan hier in een soort van kasteeltje en ik zie daar al gelijk twee villagers. Ik zie een pickaxe, ik zie een kist daarboven. Ik zie hier allemaal gekkigheid. Laten we even uitzoeken wat we precies moeten gaan doen vandaag. Wat ik wel al heel goed heb gezien is dat hier een netherportal staat en dat mijn doel is om deze te activeren. We weten wat het einddoel is. Ik zie dat ik hier furnaces moet maken en deze op de rode dingen hier moet gaan neerzetten. Laten we even kijken. Pak de prachtige pickaxe. Die pakken we. Dan hebben we hier Bob de Bos. En bij Bob kan ik allemaal verschillende dingen omruilen voor gouden nuggets. En waarschijnlijk hier, ja, hier kunnen we de gouden nuggets omruilen voor betere pickaxes. En uiteindelijk ook een flint en steel. Nou, dan is het heel duidelijk. We moeten zoveel mogelijk hakken. We moeten dat allemaal omruilen hier bij Bob de Bos. Dat goud moeten we omruilen, zodat we nog meer kunnen hakken. En uiteindelijk genoeg goud kunnen verzamelen om een flint en steel te kunnen kopen. Goed, laten we even beginnen. 1 cobblestone is 1 gold nugget. Laten we gewoon deze pickaxe hier helemaal opmaken die we nu hebben. Gewoon zoveel mogelijk steen hier hakken. En niet alleen het cobblestone, maar ook het normale steen natuurlijk hier. Want dat dropt met een houten pickaxe, dropt dat ook gewoon cobblestone. We gaan gewoon even dit steen in een houten pickaxe opmaken. En dan kijken we wel hoeveel steen we overhouden. Kunnen we allemaal gelijk omruilen voor veel beter. Tools en veel betere items. En zo worden wij de rijkste hier, jongens. De rijkste, absoluut de rijkste. We zijn bijna bij de portal hier aangekomen. En mijn pickaxe, die houdt het gewoon nog goed voor, jongens. We gaan even terug en dan denk ik halverwege dat die stuk gaat. Dan gaan we niet alleen deze cobblestone hier omruilen voor een betere pickaxe. Nee, we gaan deze cobblestone ook omruilen om furnaces te maken. Want we moeten natuurlijk die gouden nuggets. Waarom zou ik furnaces moeten hebben, besef ik nu? Waarom zou ik... Oh, ik snap het al. Pickaxe is stuk, maar ik heb natuurlijk zodra ik deze ijzer hier ga hakken, moeten we die wel omsmelten. Want waarschijnlijk vraagt hier Jack... Even kijken, Bob die vraagt, ja, die vraagt om iron ingot en niet om nuggets. Of om raw ijzer. Dus laten we even maken. Dat laten we ten eerste... nou, we gaan even kijken. Zo maken we nog een furnace, hebben we er 2. Om mee te beginnen is 2 wel helemaal prima. Gaan we dit allemaal omsmelten tot golden nuggets. Kunnen we die golden nuggets... Jeetje, kijk, die XP die we krijgen, lekker hé. Die kunnen we allemaal omtoveren tot golden ores. En die golden ores... Oh nee, wacht. Dat gaat wel met nuggets. Ah, oké, prima, prima. Sorry, wel nuggets. 51. We kunnen een stenen maken. Laten we beginnen met de stenen. We hebben er gewoon eentje nodig. Hé, er zat hier trouwens nog een kist boven. Wat zit er in die kist hier? Wow, diamonds! Nu al! Oh, daar kunnen we heel wat. Hier, hoppakee. Daar kunnen we zelfs al een beter maken. Die stenen pickaxe, jongens, die hebben we helemaal niet nodig. Ik denk dat wij gelijk door kunnen met een ijzeren. We kunnen gelijk een ijzeren. Dan gaan we die stenen gaan we heel even in de kist hier doen. Maar als we die toch nog een keer nodig hebben. Oké, dan hebben we een ijzeren. Dan kunnen we gelijk aan de slag gaan door ook gewoon oors te hakken hier. Maar we hebben ook kool nodig, jongens. Dus we moeten echt gaan minen. We moeten echt hier gaan minen naar kool, naar ijzer, naar weet ik wat allemaal. Nou, hopen dat we dat allemaal vinden. Dus laten we gewoon even diep naar beneden gaan. Even graven, kijken of we wat nuttigs kunnen vinden hier. Tot nu toe alleen maar steen. Geweldig. Geweldig al dat steen. En het is heel donker begint het te worden. Hey, emeralds. Let's go, jongens. Emeralds kan ik denk ik ook heel netjes omruilen hier. Zo, laten we gelijk even kijken hoeveel goud we voor 6 emeralds krijgen. Hey, dit gaat een stuk sneller dan verwacht allemaal, jongens. Dit gaat een stuk sneller dan verwacht. Hier, 6 emeralds. Hoeveel kunnen we daarmee doen? Dan krijgen we 10 voor per stuk. Oké. Dan heb ik voor een diamond pickaxe hier... Oeh, een enchanted hebben we... Oh, een stack golden ingot. Een stack. My god. Laten we dit gewoon allemaal even omtoveren hier tot zo golden ingots. Dan hebben we er vast 8. 8 om mee te beginnen is wel netjes. Oh, maar we hebben echt veel meer nodig. Laten we teruggaan naar dit niveau hier. Nee, we gaan een nieuwe gang maken. Dat gangen maken vond ik wel leuk. We gaan er gewoon een aantal naast elkaar maken. We gaan hier nog een gang... Nee, trouwens hier. Efficiënt werken, efficiënt werken. Nog een gang naar beneden, jongens. We moeten die netherportal uiteindelijk aansteken. We hebben hier kool. Ja, het eerste kool. Oh, daar ben ik blij mee. Het eerste beetje kool ben ik heel blij mee. En dan hakken we gelijk door. Dit steen kan ik zo meteen trouwens ook allemaal weer omruilen voor prachtige ijs of gouden nuggets. Torches kan ik denk ik niet maken als ik het zo zie. Ah, we zijn aangekomen op het bedrock niveau, jongens. We zijn aangekomen op het bedrock niveau. Misschien dat ik hier dan ook wel diamonds vind op dit niveau. Dan ga ik 1 laag hoger, omdat dat verstandiger is. De diamonds! Let's go! Die ene laag hoger deed het hem. Die ene laag hoger deed het hem. Oh, lekker. Diamonds gevonden. Top. Oké, laten we even naar boven gaan. De buit even bekijken. Hoeveel goud we hebben. En misschien kunnen we zelfs een kleine pickaxe upgrade doen. Een klein upgradeje met dit pickaxe hier zou toch wel heel lekker zijn, hè? Oké, we goud hier. Hoppakee. Dan kunnen we dit kunnen we ook omruilen. Dat is helemaal top. Zo, jeetje, allemaal XP, jongens. We zijn al level 19. 20 zelfs. 21 zelfs.
22. Nee, de XP gaat wel heel hard. Level 25 zijn we uiteindelijk. Nou, helemaal prima. Kunnen we hier allemaal golden ingots van maken? Dan hebben we er 27. Wat voor dinges is dit? Efficiëntie 1, unbreaking 2. Uiteindelijk hebben we deze nodig, jongens. Uiteindelijk hebben we deze nog. Maar laten we sparen voor deze diamond pickaxe hier. En aangezien hier een geheime kist zat, vraag ik me af. Zijn er nog meer geheime kisten verstopt of zo? Kijk, hier hebben we trapdoors. Zitten hier niet dingen achter of zo? Of ben ik dan misschien echt mijn tijd nu aan het verspillen? We gaan echt gewoon even kijken. Misschien ben ik mijn tijd wel aan het verspillen, maar misschien ook weer niet, jongens. Kijk, hierboven bijvoorbeeld. Ik heb het gevoel dat er nog meer geheime dingen zitten. Anders... Deze game is slim, jongens. Er moeten meer geheime dingen in zitten voor mij. Gewoon gratis puntjes. Gratis puntjes. En anders moeten we gewoon weer gaan minen. Moeten we het doel van deze hele... Oh, kistje. Kistje. 2 diamonds. Ik zei het toch. Er zit meer geheims in hier. Dat was niet het enige. Ik denk dat dit het dan wel was. Ik denk dat die trapdoors wat ik hier aan doe, en dat misschien een beetje helemaal voor saus is. Ik denk dat dit echt een beetje voor saus is wat ik hier aan doe, man. Oh, nee, het was niet voor saus. Emerald, stop. Let's go. Oké, dit moet het dan wel zijn geweest, toch? Ik zie niet echt andere locaties waar kisten nog kunnen zitten. Dus laten we deze ook even omruilen. Deze diamonds hier en deze emeralds hier. Daar bloks van maken. 35. Dan zijn we al op de helft. Iets over de helft voor deze diamond enchanted pickaxe. Laten we voor nu maar gewoon weer even naar beneden hakken. Kijken wat voor nuttigs we kunnen vinden. En dat dan ook gelijk weer omruilen voor gold. We hebben goud nodig, jongens. We moeten dingen upgraden. Die portal moet aan. Hé, redstone. Redstone hebben we nog niet eerder gevonden. En redstone krijgen we natuurlijk best wel veel. Dus dit is best wel fijn dat we redstone vinden. Ik ga jou gebruiken als lampje, die laatste hier. Gaan we gewoon af en toe even op... Nou, trouwens, skip dat. Die hakken we ook gewoon. We gaan even door tot... Oh, we zijn op bedrock. Dan gaan we hier nu even recht naar voren hakken. Kijken of we nog wat anders nuttigs kunnen vinden. En dan gaan we weer naar boven. We blijven gewoon heen en weer gaan, jongens. Ik denk dat dat verstandig is. Ah, mijn pickaxe is stuk. Nee. Daar heb ik niet over nagedacht. Oh, we hebben net niet genoeg ijzer. Anders had ik gewoon een nieuwe kunnen... Oh, dat had zoveel verstandiger geweest om gewoon een nieuwe te maken. Oeh, dit is zonde van het goud waarschijnlijk. Maar trouwens, een nieuwe maken, waar heb ik het over? We hebben helemaal geen hout. Ik kan dit hout wel slopen, maar ik weet niet of dat de bedoeling is. Nee, oh, dit vind ik zonde. Laten we al deze stone hier even omsmelten zo. Laten we die redstone, die trouwens echt... Daar gaan we echt heel veel van krijgen. Dat redstone is overpowered. Veel beter dan die diamonds. Kunnen we allemaal gold... Jongens, we hebben genoeg. Oh my days, we hebben genoeg. We hebben deze enchanted diamond pickaxe. Het kool ga ik ook niet nodig hebben. Gaan we ook allemaal omtoveren hier. Wauw, oké, prima. Laten we kijken hoeveel gold ingots we hebben. Al best wel wat. Gaan deze kist, jongens, het ijzer hier... Ik ga het niet smelten. Dat heb ik allemaal niet... Jezus, ik ben level 30. Kom maar met die XP. We hebben hier behoorlijk wat goud. We hebben nu een hele goede pickaxe. We kunnen nu waarschijnlijk de rest van de video met deze pickaxe. Maar ik denk dat ik eigenlijk ook nog voordat ik de flint en steel ga kopen... wel nog even de echt goede pickaxe wil hebben. Die moeten we 100% nog wel even hebben. De echte goede pickaxe. Ik hoop dat ik weer redstone tegenkom. Maar die redstone die gaf me zo ongelooflijk veel goud. Zit hier ook fortune op? Nee, er zit geen fortune op. Oké, we zijn weer op bedrock niveau. Dan gaan we gewoon weer even doorhakken tot we weer wat tegenkomen. Of tot de pickaxe stuk gaat. Maar ik denk niet dat die stuk gaat. Oké, we zijn helemaal tot de bedrock muur hier gekomen. Ik ben letterlijk niks tegengekomen. Die... Oh, diamonds. Let's go. Diamonds. 1 diamond. Oké, dat was best wel... Oh, meer. Heel veel meer. Oké, 3. Maar ja, liever heb ik redstone, jongens. Laten we even kijken. Oh mijn god. Hier is redstone. Daar ben ik gewoon langs gegaan. Redstone krijg je namelijk behoorlijk... 14 redstone en 7 per stuk, jongens. Laten we even op dit niveau gewoon doorhakken. Kijken of we nog meer redstone kunnen vinden. Misschien nog wat diamonds. Nog meer redstone. Die redstone is echt veel te overpowered. Ik ben zoveel blij dat ik dit vind dan dat ik diamonds vind. Ik hoor schapen trouwens. Waarom hoor ik schapen? Ik durf bijna te zeggen als ik nu naar boven zou gaan met deze redstone... dat ik waarschijnlijk die nieuwste pickaxe kan krijgen. Dus laten we dat toch maar even doen. Hey, nog meer redstone hier. Yo, ja, nu 100%. Nu kunnen we 100% die nieuwste pickaxe regelen. We gaan weer naar boven. We gaan weer naar boven, jongens. We zijn super snel hiermee. Ongelooflijk. Komt-ie. Zo, dan gaan wij omruilen. Ten eerste al het steen. Worden we achtervolgd door heel wat levels. En ik denk dat we misschien wel bijna level 40 gaan halen. Laten we in de tussentijd gelijk doorgaan door... Oh, dat was het. Valt wel mee. Laten we doorgaan door de diamonds nog even te doen. En dan tot slot de redstone. Oh ja, dat was hem. De redstone doet het hem. Dan hebben we hier allemaal golden ingots. Oh, net niet. Echt net niet voor die nieuwe. We hebben letterlijk een beetje steen nodig en dan redden we het, denk ik. Laten we hier even een nieuwe tunnel naar beneden graven. Het eerste beste wat ik vind kunnen we gelijk naar boven brengen en kunnen we omruilen. En dan hebben we die nieuwste pickaxe en dan kunnen we klappen en dan kunnen we gaan knallen voor letterlijk nu al de flint en steel. En dan kunnen we de portal aanzetten. Ik denk dat dat het einddoel is. Misschien gaat het nog wel ergens heen. Hey, goud. Goud hadden we nog niet echt eerder gevonden. Yo, dat kan ik omsmelten en dan krijg ik daar gewoon... Hey. Nu hebben we kool nodig. Nu heb ik toch... En waarom heb ik die kool weggedaan? Oh, dan heb ik kool nodig. Als ik dit omsmelt, kan ik er letterlijk gewoon gratis goud is dit.
Ik wou zeggen, hoeveel zou goud waard zijn? Maar dat hebben we uiteindelijk nodig. Dat moeten we natuurlijk niet omsmelten. Of niet verkopen. Dat hebben we nodig. Diamonds, let's go. Oh, best wel veel ook. En ook echt best wel heel erg veel. Heel erg veel diamonds. Naar boven. Gelijk terug naar boven. Weg hier. Oké. Zo, dan toveren we die ook hier weer om. Dan kunnen we daar allemaal gold van maken. Zo, dan hebben wij genoeg voor de allerlaatste pickaxe. De good pickaxe hebben we dan. Gaan we deze gelijk wegstoppen. Oh, die XP is wel heel irritant de hele tijd. Maar hey, we zijn wel level 41 inmiddels, jongens. Level 41, hé, jeetje. Oké, deze goud hier zouden we eigenlijk om moeten smelten. Nu hebben wij 2 stack gold ingots nodig om een flint en steel te kunnen creëren. Laten wij hier gewoon even naar beneden hakken. Kijken waar we uitkomen. Deze pickaxe heeft ook fortune 3. Dus als we nu redstone of diamonds tegenkomen, krijgen we meer. Normaal als je natuurlijk een diamond of een redstone of een goud of een ijzer al, krijg je er gewoon eentje uit. Maar met fortune 3 is de kans dat je een aantal meer krijgt echt heel hoog. Het is niet voor niks geluk, heet het. Goed geluk hebben we nu. Nu moeten we gewoon even wat vinden en dan kijken hoeveel eruit. Als we nu redstone tegenkomen, zijn we echt rijk. Dan zijn we echt rijk. Zijn we klaar. Kunnen we net zo goed gelijk afsluiten. Emeralds. Emeralds ook prima. Hier, uit eentje kregen we er al 2. Uit de tweede kregen we er maar eentje. Oh, dit is top. Laten we even kijken hoeveel emeralds we hier overhouden. 19! 19 emeralds! Oh, we zijn weer op het laagste niveau. Laten we hier gewoon even hakken, want hier gaan we redstone en diamonds vinden. Maar tot nu toe heb ik alleen nog maar die emeralds gevonden. Het is heel teleurstellend op het moment, jongens. Want hieronder zit volgens mij, ja, hier zit de bedrock. Dus 1 laag lager hakken heeft niet echt zin. Maar we hebben geduld. We hebben geduld. We gaan vast wel weer even wat anders tegenkomen. Gewoon weer even een beetje pret hebben met z'n allen. Inmiddels zijn we weer een paar minuten verder. En we hebben nog steeds niks gevonden. Ik ben letterlijk hier een soort van cirkel aan het creëren. Om bijna heel die onderste laag hier weg te hakken. Zou het zijn als hier gewoon niks meer zit. Dat ik nu echt mijn tijd aan het verdoen ben. Mijn god, hé. Ik vind helemaal niks meer. Ik heb zo meteen gewoon genoeg cobblestone om het mee te doen. Dan heb ik niet eens meer de oors nodig. Maar dan heb ik gewoon te veel cobblestone. En laten we gewoon even een beetje omhoog hakken. Oh mijn god. Oh mijn god. Wat ben ik blij dat ik dit doe. Ik wou zeggen, laten we een beetje... Oh, mijn deze. Ik wilde hier letterlijk doorhakken zo. Maar ik ben... Kijk hoe lang dit al aan het doen ben. Kijk hoe lang ik al... En het gaat die hoek om, gaat het helemaal daarheen. Hoe lang ik al in één rechte lijn een beetje hersenloos aan het hakken ben. Het is het niet. Ik denk, ik ga naar rechts. En we worden direct beloond met emeralds en diamonds. Emeralds en diamonds, jongens. We worden beloond. We worden beloond. Laten we nog even doorhakken. We gaan gewoon hier... We gaan een beetje husselend heen en weer. Ik denk dat dat het is. Ik denk dat dat de tactiek is die ik gewoon moet poelen hier. We moeten gewoon husselend heen en weer gaan. Naar boven, naar beneden, naar boven, naar links, naar rechts, naar onder. Hier weer naar rechts, want links is de bedrock weer. Sorry als ik trouwens een beetje met mijn ogen zit te knijpen, maar ik zie het niet echt heel goed allemaal. Gewoon langzaam omhoog om te kijken hoeveel goud we hebben. Kool hebben we gevonden, dan kunnen we dat goud omsmelten wat we hebben. Hey, we hebben in één keer licht hier. Oh, dat betekent dat we boven zijn. Laten we dan eventjes hier zo... Lekker naar boven hakken, maar wel via een nieuwe willekeurige route. Misschien vinden we nog iets. Nope, niks gevonden. Maakt niet uit, maakt niet uit. Kijken wat we hebben, jongens. We gaan alles omruilen, krijgen we weer belachelijk veel experience points. We hebben heel wat goud. We hebben heel wat goud. We hebben echt heel wat goud. En dit kool hier gaan we gebruiken om dit mee om te smelten. Kijk, dit XP dan, hè, jongens. Goed, jongens. Ik ben helemaal omsingeld door de gekleurde bolletjes. We wachten even tot ze helemaal opgenomen zijn. Als het goed is, is dat elk moment in 3, 2, 1. Kom op, jongens. Sneller. Doe even jullie ding. En op zaak. Oké, ja, dat is klaar. Mooi. Nou, laten we even kijken hoeveel goud we hebben. Als wij hier allemaal gewoon van die golden ingots van maken, dan hebben wij bijna genoeg in één keer. Oh mijn god, maar we zijn hier nog aan het smelten. We zijn hier nog aan het smelten, jongens. Dit gaat net niet genoeg zijn. Net niet genoeg. Wow. Goed, dat betekent dat we nog heel even een klein beetje moeten minen. En ik ga een keer gek doen. Ik ga hier naar beneden. Hier ben ik helemaal nog niet echt naar beneden geweest. En ik hoef alleen maar één keer even iets te vinden. Het hoeft maar een klein... Zolang het geen ijzer of kool is, denk ik dat we er al heel snel komen. Gewoon emerald, redstone of diamonds. Dat moet ik vinden. Emerald, redstone of diamonds. Dat zou letterlijk nu ervoor zorgen dat we klaar zijn. Of het steen is al genoeg misschien wat we onderweg vinden. Oké, we zijn hier weer op bedrock niveau zoals jullie kunnen zien. Dan gaan we langzaam weer omhoog in de hoop dat we op de route naar boven wat vinden. Nee, we vinden bedrock. We zitten misschien te dicht op het randje. Even wat meer naar het midden toe. Al moet ik zeggen, het steen dat ik nu heb is denk ik al genoeg. Maar kool. Ik wil eigenlijk helemaal geen kool. Nou trouwens, met deze fortune, dan vinden we best wel wat kool natuurlijk. Maar we skippen het wel. We gaan wel gewoon snel door. Goud. Oh, kijk jongens. We vinden gewoon goud op zichzelf hier. Dit zijn letterlijk nu, deze 13 die ik, of 15 die ik in mijn inventory heb, zijn 15 golden bars. Hoe heet het? Ingots. 15 golden ingots hebben we dan al. We hebben nog wat, letterlijk alles wat ik zei dat ik niet tegen wilde komen, kom ik tegen. Kool en ijzer. En zelfs een beetje goud. Nou, dan gaan we naar boven. Dan stoppen we dit in de tussentijd hier in de furnace. Zo, in de hoop dat dit dan allemaal omsmelt.
Nou, we hebben al genoeg, jongens. Die cobblestone gaat genoeg zijn hier. Kijk dan eventjes, hé. Boom! Hoppakee. We gaan alles even omsmelten. Hier, hatsen, flatsen, hatsen, bats. Deze hebben we niet eens meer nodig. Deze hebben we ook niet meer nodig. Deze ook niet. We hebben hier namelijk, als we deze nu kopen, voor 2 stack gold... hebben wij een flint en steel. Gaan we hier doen. Irritant die experience. We zijn level 52 inmiddels. Oh, dat geluidje. Word ik ook helemaal gek van. Goed, hij is klaar. Hij is klaar, jongens. De flint en steel. Activeer deze nether portal in 3, 2, 1. Boom. Dan doen we deze weg. Pickaxe in de handen. En dan gaan we erin. Gaan we kijken waar we heen gaan. Laten we kijken waar we heen gaan. En gewoon naar de nether. Ik denk dat we hem hebben. We hebben hem, hè? Waar zijn we? Wat is dit? We zijn in de nether. Oh, bordjes. Gefeliciteerd. Je hebt gewonnen. Let's go. En met nog een portal. Waar gaat deze portal heen? Misschien gaat hij gewoon weer terug. Dat zou heel goed kunnen. En ja, daar kom je gewoon weer thuis, jongens. Hey, we hebben het gewoon gedaan. Zo zie je maar, dames en heren. Gewoon lekker minen. Gewoon diamonds vinden. En soms is redstone beter dan diamond. Je ziet hoe dat gaat. Je hebt goud nodig. Vind redstone. En je krijgt goud. Dit is niet echt een levensles of zo. Maar ik weet niet precies waar ik het over heb. In ieder geval, kijk ook anders gewoon even lekker deze video. Dit is precies hetzelfde concept. Maar dan was ik een farmer. Heel erg leuk. Dat was echt een leuke ervaring. Kijk het zeker even. En dan nu spreken later. Laat je maar aan de NL. Die blijft.